Chris, aan alle ploegen die wij op de voet volgen, stellen we de vraag, de verwachting voor het komend seizoen? Nou, in ieder geval beter dan vorig seizoen. Laten we daar maar mee gaan starten. Vorig seizoen natuurlijk 13e geworden. Als ik kijk naar de voorbereiding, dan ben ik eigenlijk best wel verrast in hetgeen wat ik heb gezien. Zeker de oefenwedstrijden die we al hebben gespeeld. Best wel een stuk volwassener, dus wat dat betreft. Verwachting, nou, dat we meer mee gaan spelen. En ja, proberen natuurlijk altijd voor een periode te gaan. Wat is meer meespelen? Nou ja, dat je meespeelt om de prijzen. Dat hebben we afgelopen jaar geen enkel moment kunnen doen. Zowel in de periodes niet als op de eindranglijst natuurlijk. Dus ja, dat. Hey, vorig jaar zeg je relatief laag geëindigd. Dan maak je wel een hele stap, hè, als je het nu hebt over periodetitel en echt naar boven kijken. Waar zit dan het grote verschil? Nou, ik vind dat je sowieso altijd voor de prijzen zal moeten gaan. Dus nou, daar hoort een periodetitel in ieder geval bij. En het grote verschil ligt toch wel nou ja, ook in de spelers die erbij zijn gekomen. Als ik het heb over Tobias, die het gewoon goed en stabiel doet. Marco Pellegrom, waarvan we wel weten wat zijn basiskwaliteiten zijn. Dat en plus nog eens het stukje wat we eigenlijk afgelopen jaar hebben opgebouwd met een jonge groep. Die nu in ieder geval gewend is om in de eerste helft te spelen. En ja, vorig jaar stonden ze nog wel eens wat nerveus op het veld. Ja, logisch. Allemaal een jonge leeftijd. Dat klinkt heel mooi. En dat moet er ook voor zorgen dat je in de toekomst een goed helftal hebt. Alleen wellicht stagneert het op het moment dat je geen oude spelers ertussen hebt. Dat probleem lijkt opgelost. Ja, en niet alleen met die twee spelers, maar we hebben natuurlijk ook te maken gehad met Bart Verlooy, die in de eerste training bijvoorbeeld al meteen zijn Achillespees had afgescheurd. Nou, die is er nu wel gewoon bij. En dat is toch een jongen die en zijn goede kwaliteiten heeft aan de bal, maar ook in de communicatie erg belangrijk daarin is. Ja, plus natuurlijk ook nog Jordi Aartman hè, als keeper, die een stuk stabieler lijkt al en zal zijn, denk ik. Ja, dat maakt wel dat het al wat volwassener is dan dat het vorig jaar was. Nou mooi, Zeewolde, we gaan een stap omhoog maken. In deze competitie ook een paar mooie derbies. Als je kijkt naar de derby, die staat te wachten tegen NSV. Wat is daar je verwachting van? In ieder geval een mooie wedstrijd, denk ik. Veel gasten die elkaar al kennen. Ja, veel strijd en wat verwacht ik ervan in uitslag? Er valt er nog niet zo heel veel over te zeggen, want dat zul je zien als de competitie een beetje verder is. Maar in ieder geval gelijkwaardige wedstrijd, alleen al op basis van de strijdlust bij de partijen. We hebben sportief, dat is altijd beladen voor jou. Wat denk je daarvan? Ja, moeilijk in te schatten. Ik heb eigenlijk nog niet bij sportief kunnen kijken vandaag. Die hebben sowieso een groot verlies met Dirk van der Haak op het middenveld. Dus wat verwacht ik daarvan? Eigenlijk niet heel veel anders. En ik verwacht dat we iets meer aan de bal zullen zijn. Net zoals de vorige ontmoetingen in de vorige competities. En dan is het een zaak aan ons om daar verstandig mee om te gaan in ieder geval. Helder. Wij organiseren dit toernooi, alle clubs bij elkaar, op één dag. Elke trainer heeft opvattingen over hoe een voorbereiding in elkaar zou moeten steken. Jij bent enthousiast, hè? Nou, ik vind het sowieso mooi als je kijkt hoeveel aandacht eraan besteed wordt. Ik bedoel, kijk om je heen ook zometeen op het veld. Alle aankleding is fantastisch. Nu moet ik wel zeggen dat ik niet weet hoe het uiteindelijk aan het einde van de dag fysiek gezien met de spelers is. Want het is toch elke keer spelen en weer stilstaan, spelen, stilstaan. Ik weet niet of dat een voordeel is. Maar zo'n eindtoernooidag, zeg maar, dat is sowieso altijd heel mooi. En je competitie in de vierde klasse, je schat jezelf bij het linker rijtje. Wie zijn favoriet? Nou, ik denk SJC 44. Alfse Boys en NSV. Ja, Zwammerdam. Ik denk dat sowieso al vier ploegen zijn die serieus gaan meespelen, ja. En Zeewolde gaat na jaren van armoede weer meedoen om de prijzen. Als vanzelfsprekend, ja, zeker. Dankjewel.